Goedemorgen allemaal, mijn naam is Karien van Blondie Beauty Fashion. Mocht je mij nog niet kennen en gewoon hebben gezocht op weet ik veel wat doe je tijdens je verlof. Want zoals je aan de titel ziet ga ik je vandaag een beetje meenemen tijdens mijn zwangerschapsverlof. Ik heb al een zoontje van 2,5, Niels. En ik ben nu zwanger van een dochtertje. En ik ben inmiddels 38 weken zwanger. En ik dacht, het is misschien leuk om jullie een keertje mee te nemen. Een dagje met, joh, wat doe je zo tijdens je zwangerschapsverlof? Dus dat ga ik vandaag doen. Niels gaat 2 dagen in de week naar de opvang. En op die dagen probeer ik helemaal niks te doen. Ik had daar toevallig met een collegaatje over. En die zei, wat je eigenlijk van nature gaat denken is, juist op die dagen dat hij er niet is, ga jij heel veel doen. Dan kan dat makkelijk. Maar dat betekent dat je dan dus echt 0 dagen rust hebt. Bij Niels had ik gewoon verlof, eindeloos. Niels kwam ook 11 dagen te laat. Had ik gewoon eindeloos verlof en kon ik de hele dag niks doen als ik dat wilde. Bij Niels voelde ik me overigens ook veel fitter, dus deed ik ook veel meer. Nu heb ik al vanaf week 16 loop ik bij de fysio. Ik mag niet bukken, ik mag niet tillen. Dus ik heb, zeg maar, deze zwangerschap is gewoon voor mij fysiek veel zwaarder. Ik heb hem dan net naar de opvang gebracht. Nou, dan ben ik gewoon echt kapot als ik terug ben. Het is echt helemaal niet ver. Maar ik heb gewoon dat ik niet meer kon sporten en zo is mijn conditie gewoon weg. Los van dat ik gewoon, pijn aan mijn banden heb en zo. Maar goed, het leek me leuk om jullie een keertje mee te nemen bij een dag verlof. Ik denk dat ik het een beetje ga spreiden, dat je een beetje een mix ziet. Want Niels gaat dus 2 dagen in de week naar de opvang. En mijn vader past een dag in de week op. En mijn moeder om de week een dag. En Sven om de week een dag. Sven is mijn partner. Mijn mom. en deze week is toevallig Svens pappadag. Hij haat dat woord, maar in ieder geval de dag dat hij er is. Die dag gaan we ook naar de verloskundige, moeten ook naar het consultatiebureau. Dus zeg maar op de dagen dat hij of met Sven of mijn moeder is of met mijn vader, dan ga ik juist wat meer dingetjes doen. Omdat Niels wil natuurlijk ook gewoon heel graag bij mama zijn. Dat is ook super gezellig. Maar fysiek is dat voor mij heel lastig. Dus ik probeer juist, ik wil nu de schoonheidsspecialist gaan plannen om nog even mijn wenkbrauw, mijn wimpers te verven. De kapper en dat soort dingen ga ik dus juist op die dagen doen en niet op de dagen dat hij naar de opvang is. Wat ga ik dan wel doen op de dagen dat hij naar de opvang is? Nou, tot nu toe heb ik wasjes gedraaid en dat soort dingen, maar gewoon in en om het huis. Er ging bijvoorbeeld wel even een kruisvat of zo, maar niet veel. Ik ga bijvoorbeeld morgen met mijn moeder, dan is mijn vader er dus, en dan ga ik met mijn moeder naar een tentoonstelling van Jan Tomino in het Centraal Museum hier in Utrecht. We hebben een slag om de arm, want ik weet niet hoe lang ik kan lopen. Maar we dachten, we gaan gewoon heel rustig. Als het niet gaat, dan gaan we weer. Of we gaan even zitten, we gaan nog even een bakkie doen. Maar ik vond het wel heel leuk om dat te doen, want ik hoor dat het een hele mooie tentoonstelling is. En ja, ik hou erg van mode en zo. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat ik dan spontaan, hebben we gisteren bedacht dat we dat morgen gaan doen. En wat ik dus doe, omdat ik zo slecht niks kan doen, is puzzelen. Dus ik ga jullie even laten zien waar ik op dit moment mee bezig ben. En het was wel grappig, want ik puzzelen is een beetje zo'n hobby die gewoon niet heel hip is om te vertellen. Maar stiekem ken ik best wel veel mensen die puzzelen. Ik zag bijvoorbeeld Elise Johanna. Superleuk kanaal trouwens, mocht je dat niet kijken, kijk dat vooral. Van haar zag ik ineens ook dat ze puzzelt. En ik moest er erg om lachen, want het is een soort van stiekem hobby. Nou, puzzel ik normaal nooit, want ja, met een klein kind eromheen. Niels zou heel graag mee willen puzzelen, maar dat lijkt me geen goed idee. Want ik doe puzzels met veel stukjes, zoals je hier ziet, 1000 stukjes. En soms 3000. Maar als je dan ineens tegen mensen zegt dat je puzzelt, blijkt er veel meer mensen te puzzelen. Mijn nicht, die ook veel puzzelt, ook tijdens haar verlof. Die gaat bijna met verlof. Volgens mij komt ze volgende week even langs. Vriendinnetjes waarvan ik het niet wist. Dus puzzelen, weet je. Ik ga het ook gewoon laten zien.
Puzzels die ik altijd heel leuk vind zijn deze van Jan van Haasteren. Deze heb ik gekocht bij de Big Bazaar voor een paar duppies. En die ben ik dus nu aan het doen. Dit is namelijk voor mij de manier om op balkon te gaan zitten. Want daar ben ik heel slecht in. Wat ik namelijk normaal ga doen als ik thuis ben is opruimen, schoonmaken, allerlei klusjes en dingetjes. En dat is hartstikke goed, maar niet als je rust moet houden. Dus ik probeer echt op de dagen dat Niels aan de opvang is rust te houden. Gewoon fysieke rust, omdat ik dat gewoon niet zo goed kan. Dus ik wil vandaag bijvoorbeeld ook nog een tijdschriftje gaan lezen. Ik wil wel even een aantal dingen doen die ik zittend kan doen. Zoals vooruitwerk voor de blog. Ik wil de roomtour gaan opnemen van de babykamer. En als ik het zo allemaal ga zeggen, want ik ga ook nog enveloppen voor de geboortekaartje bestellen. Ik wil nog een bestelling doen bij H&M. En als ik het zo allemaal zeg, dan denk ik, jeetje mens, wat veel alweer. Dus misschien dat de helft naar donderdag verplaatst, want ik probeer vooral niet zoveel te doen. Ik denk dat ik een film ga kijken op Netflix. Een of andere slechte film, lijkt me heerlijk. Ik heb niet veel make-up op, gewoon een beetje dat ik decent hem weg kon brengen. Maar ook omdat ik nog die roomtour op wil nemen. Maar gewoon tranquilo, alles rustig. Het is nu 21:50. Dus dat is een beetje wat ik vandaag denk ik ga doen. En op de dagen dat Niels thuis is, dan probeer ik dus juist iets meer te doen. Maar ook natuurlijk lekker tijd door te brengen met mijn kleine mannetje. Die al helemaal niet meer zo klein is. Die gisteren voor het eerst op een fietsje met trappers zonder zijwieltjes. Want we zijn meteen van de loopfiets overgegaan op een fiets met trappers zonder zijwieltjes. Dat was een tip van iemand anders. En hij fietste gewoon op weg. Dus zo klein is hij niet meer. Maar dus ik ga nu nog even lekker puzzelen. En dan gaan we de roomtour denk ik opnemen. En natuurlijk regelmatig eten. Kleine porties, want het past allemaal niet meer. Ik heb een volkoren cracker met komijnenkaas. Dit is heel erg bij me op schoot. Maar zeg maar, dit wordt steeds... Ja. Het wordt steeds krapper, hè? Ik ben al naar achter geschoven, maar ze is nog steeds een beetje in dubio. Kom maar. Mag wel. Kom maar. Goed zo. Ja. Ja, er is niet zoveel plek, hè, Moppie? Moet even zo zitten, hè? Gewoon bovenop mijn buik. Ben jij? Oeps, toen was hij ineens af. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Maar ja, dat is het mooie van verlof. Het kan gewoon. Ik heb ondertussen wel het een en ander schoongemaakt en gedaan. En toen ben ik weer gaan zitten. Het is nu lunchtijd. Dus ik ga maar eens een babbetje maken. Ik denk dat ik roggebrood doe met smeerkaas. En ik twijfel even of ik de roomtour ga opnemen of dat ik dat donderdag ga doen. Want ik moet nog een paar dingetjes doen aan de, kamer. En ik wil donderdag sowieso ook weer even een update opnemen omdat ik woensdag naar de verloskundige ga. Dus misschien dat ik gewoon donderdag, dan laat ik een make-up natuurlijk ook voor wat het is. En dan doe ik dat gewoon lekker woensdag of donderdag. Dan ga ik nu enveloppen bestellen voor de babykaartjes, voor de geboortekaartjes. Dat is ook een belangrijke missie. We zijn alweer een tijdje verder en onder het serie kijken is het me gelukt om mijn trouwring af te krijgen. Ik weet niet of je kunt zien, maar hier zat hij. Hij zat zo ongelooflijk strak. Kijk, als je zeg maar nu... het doet echt zeer. Ik weet niet goed wat ik nu ga doen. Want ik heb hem dus nu even afgedaan. Ik kan hem echt al weken niet af. En ja, je ziet ook echt gewoon zo'n soort inkeping. Het voelt nu ook heel gek nu die af is. Ik heb echt het gevoel dat er weer bloed door mijn vingers stroomt. Maar ja, het is wel mijn trouwring. En het is natuurlijk omdat ik gewoon heel erg opgezet ben van vocht wat ik vasthoud en van de warmte. Dus ik neem aan dat hij straks wel weer gewoon om kan. Want hij heeft altijd omgekund.
ben inmiddels 3 jaar getrouwd. Dus ja, vanuit... ik heb wel aan de andere hand geprobeerd. Dat lukt ook niet. Ik heb ook andere ringen geprobeerd. Bijvoorbeeld mijn verlovingsring. Dit is mijn verlovingsring. Maar ook die gaat best wel moeizaam om. Dus ik durf dat eigenlijk ook niet helemaal. Die, sterker nog, die was zelfs een beetje aan de ruime kant. Dus die was ik bang dat ik die zou verliezen. Dus ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Ik heb ook gewoon wat andere ringen geprobeerd. Die normaal ook groter zijn. Maar het wordt hem denk ik niet. Maar ja, om nou niet mijn trouwring te dragen de komende weken. Vind ik ook weer zo wat. Ik ga vanavond even met Sven overleggen wat we gaan doen. Maar ik ga hem in ieder geval even... Maar ja, aan de andere kant ben ik bang als ik hem nu zo vrij laat. Dat ik hem echt niet meer omkrijg zo meteen. Ja, het is nu al... Ja, ik... Nou ja, met bruut geweld komt hij dan hier nog overheen. En dan moet hij dus nog niet... Nou ja, goed. Hebben jullie hier ervaring mee? En er komt ook wel eens een pakketje binnen. En dit keer van H&M. En ik heb daar een aantal dingen voor Niels besteld. Hij zit een beetje in between maten. Eigenlijk heeft hij de lengte al voor 98. Alleen dat zit vaak veel te wijd omdat hij heel lang en dun is. En los daarvan heb ik wat schoenen gekocht. Omdat hij ook een beetje... Nou, hij heeft een aantal paar schoenen. Ik koop eigenlijk altijd van Bobux. Heel fijn merk. Hele goede kwaliteit schoenen. Die zijn een beetje aan het verslijten. En die verslijten een beetje versleten. Ik kom er niet meer uit. Die zijn een beetje stuk aan het gaan. En die zijn best wel duur. Dus die koop ik eigenlijk alleen maar altijd in de sale. Dus ik dacht even wat tussendingetjes. En ik heb toch sandalen gekocht. Ik weet dat Sven en ik haten eigenlijk sandalen. Maar aan de andere kant is het ook een beetje zielig om hem de hele tijd met dicht schoenen. En anders hebben we wel van die Havaianas slippers. Maar sandalen zitten natuurlijk wel net iets beter aan de voeten. Goed, anyhow, ik ga het gewoon laten zien. Als eerste heb ik van die halve sokjes. Dit is een Ninjago sokken gehaald. Maar ik ging vooral kijken naar dat een bovenkant redelijk neutraal is. Nou, het zijn 2 keer blauw en 3 grijs. En dan staan er dus ninja's op. Dat kan laten zien. Aan deze kant zijn allemaal verschillende ninja's. Nou, hartstikke leuk. Een zonnebril. Misschien is deze al te klein. Misschien had ik bij de jongens moeten kijken in plaats van bij de baby's. Hij heeft 1 zonnebril, maar die begint een beetje kapot te gaan. Dus ik dacht, het is wel goed om een reserve te hebben. Maar nu is deze misschien net te klein. Ik vind hem wel cool. Ga ik even op zijn hoofd passen of dat zit. Dan vond ik echt hele leuke schoentjes. Ik hoop dat die in passen. Misschien had ik 1 maat groter moeten nemen. Ook van deze. Volgens mij waren deze niet in 1 maat groter. Deze. Nou, die zijn toch te cute. En deze hebben ook wel gewoon een flexibele zool. En dat vind ik heel belangrijk bij kinderschoenen. Zodat ze goed hun voet kunnen bewegen. Maar deze vind ik echt heel leuk. Een beetje legergroen. Deze is maar 24. En hij zit een beetje tussen maat 24 en 25 in, denk ik. Dus ik heb ook maat 25 gekocht. Maar dan andere. Want deze hadden ze niet in 25. Dus deze heb ik ook gekocht. En wat ik ook wel fijn vind aan deze schoenen is... Ze hebben wel veters, zo het lijkt. Maar het is gewoon elastiek. Dus hij kan ze makkelijk zelf aan. En deze vond ik ook wel heel cool. Een beetje grijs-groenig. Ook redelijk niet zo'n soepele zool als die, maar nog steeds wel redelijk soepel. En dit is dus maat 25, dus ik ga vanavond even passen wat hem goed zit. AC/DC. Hij heeft dan een AC/DC shirt. Maar ik vind dit wel gewoon een mooie, zeg maar, dus niet helemaal basis, maar ook niet hysterisch. Dus ik ben benieuwd. Dan sandalen. Nou, ik weet niet wat Sven hiervan gaat vinden. Maar ik denk voor naar de opvang en zo, is het gewoon best wel fijn als hij... Af en toe sandalen aan kan. Niels is super warmbloedig, dus heeft het altijd warm. Kijk, deze hebben best wel weer een stugge zool. Maar deze zijn dus van een soort jeans materiaal. Dus dat ziet er nog een soort van stoer uit, had ik bedacht. De curvesol. En deze heb ik ook in maat 24. Want ik vond ze voor de... Dit zijn dus weer de baby. Ik vond ze voor de jongens vond ik ze wel heel grof. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. Hier kan je ook goed zien of het past of niet. Ga dit gewoon proberen. Even kijken ook hoe we het vinden. Überhaupt het concept sandalen. Want eigenlijk zijn we een beetje niet zo heel erg fan van. Oh, dit is veel te groot voor hem. Dit is dus een maat 98. Qua lengte is dit top. Maar ja, sorry. Niels is ongeveer dit. Dit qua lijf.
ja, dit wordt er niet. En dan heb je natuurlijk hier binnen altijd wel van die dingen, hè, dat je hem strakker kan zetten. Maar het moet ook niet een soort pofboek worden. Nou, ik denk wel dat ik deze gewoon hou, want ze hebben wel een prima boekje. Maar dan wel voor over een tijdje. Nou, dus dit heb ik gekocht. Alleen maar dingen voor mijn kind. En dit hoort er ook allemaal bij, aan de site. En het is inmiddels iets over 5:30, dus ik ga hem zo ophalen. Maar ik laat jullie ook nog even een dag zien. Nog een andere dag, dus ik combineer het. Ik weet niet hoe lang het wordt, maar we gaan ervoor. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Goedemorgen, nieuwe dag van mijn verlof en een dag dat mijn vader oppast. Dus dat betekent dat ik thuis ben met Niels en mijn vader. Maar goed, die gaan ook regelmatig de deur uit. Ik dacht, dan ga ik even lekker een tijdschriftje lezen. Ik ben nog niet eens aan toegekomen. Er ligt nog een hele stapel voor me klaar. Dus aan de slag. En verder wil ik straks even naar de Hennis. Want zoals je had gezien, had ik wat dingetjes geshopt. En nou, Niels' voeten groeien sneller dan ik denk. Dus alleen de maat 25 was goed. En die anderen waren allemaal maat 24, dus waren te klein. Dus dat ga ik even terugbrengen. En die broek, ja, die is gewoon echt te groot. En ik vind het ook een beetje zonde om hem maar gewoon in de kast te leggen. Voor het moment dat hij hem ooit aan kan. Dus die ga ik ook terugbrengen. En dan fiets ik gewoon met ze mee. Want zij gaan even naar de bibliotheek zometeen. Ja, het is allemaal inmiddels. Ik weet het ook niet. Dus, en dan ga ik daarna weer even uitrusten. En dan ga ik vanmiddag lekker met mama naar de tentoonstelling van Jan Tamino in het Centraal Museum. Ik ben bij de Hennis. Gaan we even spullen terugbrengen. Ik nog even rondkijken natuurlijk. Ik ben geneigd om voor alles wat wijd is te gaan. To hide the baby belly zo meteen. Ik ben inmiddels weer thuis. Kapot. Ik ben eigenlijk alleen maar even naar de Hennis, de Hema en de Six geweest. Waar ik bij de laatste winkel voor 12 euro een nieuwe trouwring heb aangeschaft. Dit is gewoon even mijn tijdelijke ring. Dan heb ik in ieder geval een ring om nog een soort van gevoel. Tot ik weer een trouwring op kan. Dit is maat 56, even ter vergelijking. Maar verlovingsring is maat 50. Goed. Het gaat wel 50, 52, 54, 56. Dus wat kan je daar gaan hoe opgezet mijn vingers zijn. Ik zit op de fiets naar het museum. Wij zijn bij de tentoonstelling. Prachtig. Ik ga natuurlijk niet alles filmen, maar even een kleine impressie. Ja, ik heb zowaar een audio tour, maar volgend uit het werk. Dat was de voorstelling van Jan Tamino. Het was echt heel mooi. Je hoeft er geen uren rond te lopen of zo, maar gewoon ja, mooi, mooi. Mooie jurken. We hadden de audiotour. Goede uitleg bij de audiotour. Nu gewoon taart eten. Dat hoort ook bij verlof. Taartjes, thee, karoot en groot feest. Nou, de voorstelling was hartstikke leuk. En daarna lekker nog een taartje gegeten met mama. En toen was het denk ik 5 uur zo voordat we thuis waren. Nou, Niels komt zo terug met opa. Die is even naar de speeltuin. En dan ga ik hem ook afsluiten. Heb je een klein inkijkje gekregen in mijn verlof. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Misschien heb je wat inspiratie opgedaan. Misschien ga je nu ook een puzzel kopen. Ja, weet je, op andere dagen doe ik bijvoorbeeld nog iets. Weet je, klussen aan de babykamer. Of wasjes draaien voor de baby. Of voor onszelf moet ook gewoon gewassen worden. Of het opruimen. Maar ik probeer het wel echt tot een minimum te beperken. En natuurlijk vooruit te werken voor de site. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot snel bij een nieuwe zwangerschapsupdate of een nieuwe vlog. Ik werk natuurlijk vooruit, dus ik weet niet precies wanneer deze online komt en of ik inmiddels al bevallen ben als jullie dit zien, maar dat merken jullie vanzelf. Dankjewel voor het kijken. Doeg!